Antwerp moet haar eerstvolgende thuiswedstrijd achter gesloten deuren spelen en verliest de wedstrijd tegen Sint-Truiden met forfaitcijfers. De geschillencommissie volgt met deze beslissing helemaal wat het bondsparket vroeg als straf. De Great Old moest vandaag voor de geschillencommissie van de Belgische Voetbalbond verschijnen voor de ongeregeldheden tijdens de wedstrijd van 1 maart tegen Sint-Truiden op de boszuil. Hooligans gooiden toen Bengaals vuur op het veld en bestormden ook de grasmat. De wedstrijd werd vroegtijdig stilgelegd door de scheidsrechter. Antwerp kon hiervoor twee soorten sancties krijgen: een boete van maximum 2480 euro of een wedstrijd achter gesloten deuren. De club wil nog niet reageren. Zij gaan zich nu beraden. Antwerp kan nog wel in beroep gaan.